In deze webles gaan we kijken naar een voorbeeldopgave die gaat over vermogen en rendement. En de opgave gaat over een getijdencentrale en we krijgen er wat gegevens bij. Hoe een getijdencentrale werkt en um, hoeveel water er doorheen loopt. Dat het hier be zeewater betreft. Dat het water een bepaald hoogteverschil um, overbrugt. En dat, het, dat de generator die erin zit ook een rendement heeft. Ik heb alle gegevens die ik denk nodig te hebben al dik gemaakt. En die zou je dus bijvoorbeeld op het examen kunnen markeren met een markeerstift. Die gaan we dadelijk vast en zeker nodig hebben. Maar eerst gaan we eens even kijken wat de vraag is. De vraag is, bereken het vermogen dat de generator afgeeft, het nuttig vermogen. Om dat te kunnen ga ik eerst eventjes inzoomen op ja, wat gebeurt er nu eigenlijk gebeurt bij zo'n getijdencentrale. Nou, bij, bij een getijdencentrale stroomt er water van hoog naar laag. Daarbij eh, verliest het water dus eh, zwaarteenergie En die zwaarteenergie wordt in een generator omgezet in elektrische energie. Ik ga even al mijn gegevens die ik heb gekregen hier ook een eh, plaatje ingeven. Het volume waar we het over hebben is 2000 kubieke meter zeewater per uur. Het hoogteverschil is eh, 1 meter 40. M. Ik zet het meteen om naar meters omdat ik weet dat ik, als ik het in formules invul... Dat ik dan altijd in meters ook moet invullen en niet in centimeters. En altijd in kubieke meters ook. En een derde gegeven wat ik heb gekregen is het rendement. En het rendement van deze centrale is 75%. Het is een rekenvraag. En voor een rekenvraag heb ik ook formules nodig. En ik ga nu eens even kijken welke formules ik denk nodig te hebben. Er wordt gevraagd een vermogen. En ik weet de formule voor vermogen, die ziet er namelijk zo uit. Het vermogen is gelijk aan E gedeeld door T. En met E bedoelen we in deze situatie de nuttige energie. Want we willen ook het nuttige vermogen dat uh, deze generator afgeeft berekenen. Als ik me even ga nagaan ga, naga welke van die, deze grootheden ik al weet. Ja, P wordt gevraagd. T, ja, als ik daar goed kijk dan. Lijkt het wel dat, uh, dat in deze situatie ik het kijk per uur, dus dan weet ik ook hoeveel secondes uh, um, ik uh, moet nemen, 3600 seconden. Maar 1 nuttig, ja die weet ik dus nog niet. En dan ga je tegen jezelf zeggen, weet ik misschien een formule waarmee ik 1 nuttig kan uitrekenen. En uh, ook die weet ik. Want dit is bijvoorbeeld de formule waarmee ik E-nuttig zou kunnen uitrekenen. En het voordeel hierbij is ook dat het rendement erin terugkomt. En het rendement die is gegeven, die weet ik. Het rendement is 75%, oftewel 0,75. Um, E-in, die weet ik nog niet. Maar had ik, uh, zou ik E-in wel weten... Dan kan ik, omdat ik het rendement al weet, e nuttig uitrekenen en die kan ik dan vervolgens in de bovenste formule invullen en dan kan ik p uitrekenen. Dus het probleem is nu uh, verlegd. Het probleem is eigenlijk: kan ik e in uitrekenen? Hoeveel energie stop ik er nu eigenlijk in? Ja, en dan moet ik uh, goed bedenken wat voor soort energie dat is. Dat is natuurlijk zwaarte-energie. En uh, zwaarte-energie kan ik uitrekenen. Die is gelijk aan m mal g mal h. En nu ga ik weer eens kijken naar mijn schetsje met eh, daarin eh, de gegevens. Ik, eh, ik weet natuurlijk g, want g is altijd hetzelfde, 9,81 meter per seconde het kwadraat. En h, het hoogteverschil, die was ook gegeven. Dus zowel g als h weet ik. Ik zou nu mijn Ez, oftewel mijn E1 kunnen uitrekenen. Maar ik weet mijn massa nog niet. De massa van het water wat er in een uur doorheen gaat. Want eh, massa is niet gegeven van het water. Maar het volume wel. Dus ga ik afvragen: heb ik een formule waarbij ik de massa en het volume weet? Um, of waar die in staan? Um, en die formule bestaat natuurlijk. Die, is, nou, die ziet er zo uit: dat is de formule over dichtheid. De massa van het zeewater is gelijk aan de dichtheid van het zeewater maal volume. Het volume is gegeven. En de dichtheid van zeewater, ja, die kan ik natuurlijk opzoeken in BINAS. En als je die opzoekt, dan is dat 1024 kilogram per kubieke meter. Vaak is dit al een puntwater op een examen. Netjes opzoeken en uh, opschrijven op jouw uh, proefwerkblaadje: wat dan de dichtheid is van zeewater. En nu ben ik er eigenlijk. Nu weet ik in mijn laatste uh, vergelijking twee van de drie uh, grootheden. Dan kan ik de derde uitrekenen. Die kan ik dan in de vergelijking erboven invullen. Dan weet ik ook alles. En dan kan ik die weer et cetera naar boven, naar boven, naar boven invullen. Dus dit is een best gecompliceerde rekenvraag. Uh, uh, maar eigenlijk ben ik nu klaar om het, uh, het laatste stukje te gaan doen. Namelijk het uh, simpel uitrekenen van alle onbekende grootheden. Nou, dat gaan we eens even rustig doen. En we beginnen dus beneden. En gaan, we gaan van beneden naar boven gaan we die uitrekenen. Ik kan de massa van C-water uitrekenen, want die is gelijk aan de dichtheid maal het volume en die zijn allebei bekend. En dat komt uit een massa van 2,05 x 10 tot de macht 6 kilogram. Die massa kan ik in de formule hierboven invullen. G en H weet ik ook al. En dan kan ik dus mijn zwaarteenergie uitrekenen, die er in 1 in uur verloren gaat. En die zwaarteenergie is gelijk aan 2,81 x 10 tot de macht 7 joule. Um, aan energie. Die zwaarte energie dat is de energie die ik er stop in mijn getijdencentrale. En omdat ik ook al het rendement weet kan ik daarmee de nuttige energie uitrekenen. E nuttig is dan gelijk aan het rendement maal E in en E nuttig is natuurlijk ook altijd kleiner dan E in. Kun je altijd even controleren of je het goed hebt gedaan. E nuttig, je kunt er nooit meer energie uithalen dan dat je erin stopt. En E nuttig is gelijk aan 2,11 Maltinus mag 7 joule. Die kan ik weer in mijn bovenste formule invullen. Want die energie die komt vrij gedurende 1 uur. En dan kan ik dus ook het aantal joule per seconde, het vermogen, uitrekenen. Dan moet ik uh, mijn energie delen door 3600. En dan krijg ik er een vermogen uit van 5,8 maltinus mag 3 watt. Oftewel 5,8 kilowatt. Nou, ik ben nu klaar met mijn berekening. Nu nog even de drie dingen checken. Ze vragen een vermogen en ik geef ook een vermogen, dus ik geef antwoord op de vraag. Ik heb er een eenheid achter gezet, namelijk de watt. En uh, significant cijfers. Nou, als ik ga terugkijken naar mijn uh, gegeven waarde, dan is uh, het rendement gegeven in twee cijfers significant. En het volume is ook gegeven in twee cijfers significant. Uh, G. En h, die weet ik in drie cijfers. De dichtheid kan ik opzoeken in vier cijfers. En even opletten: die tijd is 3600 seconden. Ja, dat is geen echte meetwaarde. Die, die doet niet mee. Die is gewoon altijd 3600 en precies 3600. Als ik nu ga kijken naar welke, meet, uh, of welke gegevens de minst significante cijfers hebben, dan is dat rendement. En volume, allebei twee cijfers significant. Maar antwoord ook in twee cijfers significant. Dat heb ik gedaan. Dus bij deze ben ik klaar.